Op vrijdag 7 juni werd de kermis in Asten officieel geopend door Gilde Sint Joris en burgemeester Anke van Ekstel. Het begon allemaal met een vendelgroet door het Gilde. Hofman van Sint Joris Gilde, daar ga je altijd willen worden. Nou, altijd willen worden. Ik ben inderdaad in 2006 bij de medeoprichters geweest. En toen een tijd weer weg geweest. En toen zijn ze op een gegeven moment bij me gekomen. Omdat ze zonder hoofdman zaten. Of in ieder geval, ze hadden een interim hoofdman. Maar die had de kennis gegeven om ermee te willen stoppen. En ze vroegen dan toch weer of ik inderdaad weer die functie op wou nemen. Ja, en als je bij de oprichters bent geweest, dan wil je de vereniging ook niet laten zitten. Dus toen ben ik er maar weer ingestapt. Henk, de kermis openen is een van de tradities die hoort bij de kermis in Asten. Ja, inderdaad. En het is, zoals de burgemeester al zei, het leuke ervan is ook van, de kermis begint ook echt als wij, zeg maar, samen met de burgemeester brandewijn hebben gedronken en inderdaad de kermis geschoten hebben gelost. En dan begint het pas, niet als hij al 3 uur aan de gang is. Dat is het mooie van het geheel, denk ik wel. Ja, blijft voor jullie bij deze schietent, als gaan we naar verder? Nou, we gaan daar inderdaad nog een drankje doen en dat kan wel met de weer, denk ik. Hè. We hebben weer het geluk van een prachtig weer te hebben daar treffen. En dan na een uurtje of zo, dan is het weer afmars naar het kwartier. En dan zit het er voor ons inderdaad weer op. En dan kunnen de kermisgasten het voortzetten in het geheel. Burgemeester Anke van Ekstel, u bent de kermisganger of niet? Ja, ik moet wel zeggen. Nou, ik moet zeggen, ik vind het nu toch wel wat leuker om op de terrasjes te zitten als in alle attracties. Maar je ziet wel wat verreuring het geeft. Dus ik vind het gewoon een hartstikke mooie activiteit. Ja. De kermis is groter dan ik verwacht had. Groter? Ja. Ja, we bekijken ieder jaar wie er wil komen en wat er kan komen. En ik denk dat we nu echt wel een complete kermis hebben. Ja, echt een mooie kermis. Want de botsauto's zijn terug, dat is wel belangrijk. Ja, de botsauto's zijn terug, dat is ook al wat ik gehoord heb. Dus dat was vorig jaar wel gemist. En dit jaar is hij er wel. Dus, Zandplaatsen, gaat de kermis heel moeizaam. Hoe is het aan Asten? Nou ja, je ziet het hier. We hebben natuurlijk ook weer geluk met het weer. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben nu 2,5 jaar in Asten. En als ik zie hoe de kermis hier nog leeft in Asten, nou, dan mogen we er echt super trots op zijn. En het is gewoon genieten.